Zeg, wist jij dat we per persoon gemiddeld per jaar 500 liter urine produceren en 50 kilogram fecaliën, zeg maar, poep? Ja, Ron, bedankt voor deze verschrikkelijk belangrijke informatie. Echt een fris nieuwtje, zeg maar. En trouwens, wat die 50 kilo poep betreft, dat geldt misschien voor jou, maar zeker niet voor mij. Ja, ho ho, het is een gemiddelde, dus ik produceer veel meer. Ron, sommige informatie moet je gewoon even voor je houden, weet je wel? Trouwens, vergeet jij niet iets? Oh ja, dat wou ik ook zeggen. Een derde van ons drinkwater spoelen wij jaarlijks door de plein. Dat is dus per persoon per jaar 17.000 liter water door de plein. Oftewel 17.000 flessen zuiver drinkwater. Dan zijn er mensen, zoals hier in Bokstel, bij de 12 ambachten, die aanzienlijk minder leidingwater gebruiken. Dat is ook best te begrijpen, want er wordt zelfs beweerd dat men hier niet eens met een wc doorspoelt. En ik wil wel zien of dat waar is. Waar zit dat ding? Verdomme, er zit helemaal geen spoelknop. Nou, volgens mij zit daar een luchtje aan. Stinkt hier toch niet? Of wel? Nee, maar ja, volgens mij is het ding ook helemaal niet in gebruik. Hij is al wekenlang in gebruik en gebruik hem elke dag. Maar hoe kan dat dan? Jullie spoelen nu helemaal niet door. Nee, er komt geen druppel water aan te pas, dat klopt. Het enige wat wij doen is een papiertje erop leggen, nog een papiertje erop, aandrukken, that's all. Maar hoe zit dat ding dan in elkaar? Het is eigenlijk alleen maar een emmer met een plastic zak erin. Met een beetje strooiselmateriaal, daar kan de urine doorlopen. De plastic zak is geperforeerd aan de onderkant. Dus het vocht wordt afgevoerd. Verder niks. Ja, ik vind het wel wennen, maar het stinkt inderdaad niet. Hoe kan dat nou eigenlijk? Tussen die papiertjes maak je het plat, het verspreidt zich en het wordt heel snel droog, omdat het papier ook droog is. Zodra het eruit komt en tussen die papiertjes komt en platgedrukt wordt, dan komt er zuurstof bij. En de bacteriën die typische stank veroorzaken, die terpenen, die gaan meteen dood en er is geen stank meer. Wat nou als die emmer vol is? Ja, dan moet die geleegd worden en zo til je hem eruit. En zo breng je hem weg. Ja, jammer. Ja. Maar kan dat dan al in de GFT-bak? Ik bedoel, dan... Nee, dat kan nog even niet. Dat kan nog niet? Nee, dat kan niet nog, nee. U bent composteerder? Ja, dat klopt. Waarom kan dat niet? Nou, het punt is dat als je de ontwikkeling ziet die hier gebeurd is op de 12 ambachten, is dat eigenlijk een hele knappe ontwikkeling. Maar het probleem is dat de meeste mensen dat niet weten. De eerste emotie die dit oproept is toch van ja, wat is dat? Moeten we daar nou aan beginnen? Nou, en dat is maar één aspect. Je zit ook met vergunningstechnische zaken. Je zit met arbo-aspecten. Als dat probleem opgelost zou zijn, dan zit je nog met het punt van de landelijke scheidingsregel. We hebben een regel en dat is vastgelegd in een besluit waarin staat wat wel en niet GFT is. Nou, daar hoort dit op dit moment niet bij. En als je het ziet, dan denk je, nou, dat moet eigenlijk allemaal mogelijk zijn. Maar in de praktijk ja, is dat gewoon een hele weerbarstige materie. Want nogmaals, ik denk zelfs voor iemand die dit programma ziet, is het nog heel lastig om echt goed te zien en de indruk mee te krijgen van inderdaad, het is eigenlijk perfect. Ja, we zouden eigenlijk geur-tv moeten maken. Eigenlijk dan weten mensen het echt helemaal zeker. Ja, ja, precies. Maar dat is echt waar. Nou mag die poepemmer dus niet in de GFT-bak. Maar wat gebeurt er nou dan wel mee? Wat doe jij daarmee? Ja, ik gooi het nou op de composthoop. We hebben gelukkig een composthoop en daar kan het heel goed op. Deze? Ja. Zal ik het maar doen? Ja, dan ga je gang. Ja, dat plastic zit er nog omheen, maar ja. Dat verteert helemaal, hè? Daar blijft niks van over. Hè? Dus het is ook een harde massa. Het is, ja, is een beetje papier-maché, hè? Ja, papier-maché noemen we het eigenlijk wel, ja.
Wij eten elke dag van het land. Voedsel wat van het land komt. Ja. Maar we brengen niks terug. Het enige wat we terugbrengen is kunstmest. Ja, en die smerige gier uit de bio-industrie. Waar de landbouw eigenlijk ook niks aan heeft. Wat rotzooi is. Ja. Dit is geen rotzooi, dit is te vergelijken met ouderwetse stalmest. De bedoeling is eigenlijk dat we ook wat het gewone huishouden betreft teruggaan naar kleinere units, naar kleinere systemen. We moeten met onze wc bijvoorbeeld af van het enorme grootschalige rioolstelsel wat veel te veel geld kost, wat een enorme vervuiling veroorzaakt, hè, waar we niet meer bovenuit komen gewoon. Wat doen jullie nou met jullie afvalwater? Ja, dat zuiveren we hier zelf, want we hebben geen rioolaansluiting. Maar heb je een eigen zuiveringsinstallatie? Ja, dat is waar we hierbij staan. Dat is een bak waar rietplanten en lissen in groeien. En water komt er van bovenin, zakt er doorheen en komt er van onderen, ja, mag ik wel zeggen, schoon uit. Maar doen die lissen dan dat dan, dat werk? Ja, die lissen die brengen zuurstof in het hele systeem. Daarbinnenin zitten bacteriën, die zitten in dit spul, fijngemalen steenwol. Er zitten wortelrestjes in van de planten die er vroeger in gekweekt zijn. En daar kunnen die bacteriën ook weer van leven, van de koolstof hieruit. Ik zie me dit nog niet zo snel in mijn flat neerzetten. Het is een lichtfilter, het weegt veel minder dan een zandfilter. We hebben het uitgerekend, je kunt het op een klein balkon van een flat, zou je dit kunnen gebruiken om je eigen afvalwater te zuiveren. Dit water is in feite jullie afvalwater. Dat is ons afvalwater. Alles zit erin. Ook wat er uit het GFT-bed gekomen is. Ik wil je niet verontrusten, maar... Ja, je proeft er dus verder niks van. Dus, ja. Maar dat betekent ook dat jullie dus nog op kosten besparen. We betalen geen cent rioolbelasting. En daarnaast hebben we ook nog 150 gulden per jaar korting op drinkwater, wat we minder verbruiken. Nou, dus dat drink ik op. Ja. Proost. Proost. Door middel van een demonstratiewagen brengen de 12 ambachten hun ideeën onder de aandacht van een breed publiek. En ook OrgaWorld, een composteerbedrijf, is natuurlijk zeer geïnteresseerd in het werelds beste mest, de menselijke excrementen. En de provincie die subsidieert inmiddels al 20 huishoudens die naar volle tevredenheid gebruik maken van het GFT-toilet. Ron, heb je dit gelezen? Dat van die bankoverval in Zürich. 3 jaar voorbereiding. Ik vind het wel knap hoor. Hoezo knap? Ach man, die mannen doen veel te moeilijk. Die gasten doen veel te moeilijk. Ah, je moet gewoon een tank nemen en dan ga je zo dat gebouw binnen. Ron, hoe kom je aan een tank? Ja, of je neemt een shovel. Ik bedoel, die zijn hartstikke populair bij de vakbroeders. Maar Ron, je loopt een beetje achter hoor. Die shovels, daar hebben ze allang iets anders voor gevonden. Oh? Ja. Nou, dat is dan nieuw voor mij. Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat moeten de overvallers van een bank in zorgde voor een enorme ravage. De overvallers rukten met een gestolen shovel weer de pinautomaat. Weer een ramkraak met een shovel op een pinautomaat. Zo zag het eruit na de kraak, die rond 2:30 vannacht werd gepleegd. 2 mannen met bivakmutsen ramden met de shovel... Gestolen shovels worden dus regelmatig gebruikt bij het kraken van geldautomaten. Nou is er iemand die heeft iets bedacht om te voorkomen dat die shovels gestolen worden. Hij heet André van Beers en hij komt uit Steenbergen. Wat heeft u nou precies uitgevonden? Ik heb een slot bedacht om shovels op slot te zetten. En dat houdt in dat ik de stuurinrichting van de shovel blokkeer. Zodat een shovel alleen nog recht vooruit en recht achteruit kan. En niet meer naar links of rechts. En mag ik het even zien? Want het zit vast hierin in dit mooie doosje. De onderdelen bij me. Het heet wheelloader lock. Dit is het slot. En dat is het slot. En het bestaat dat is heel zwaar. Uit enkele pennen en een slot. Dat slot is een speciaal slot, dat kan niet geforceerd worden of uitgeboord worden. Dat is een goede kwaliteit. Maar ik wil wel even zien hoe het werkt. Ja, dat kan. Dan lopen we naar de machine toe. Oké. Okay. Ja? Het systeem heeft 2 pennen. Ja. En het slot. Ik heb hier de arm die standaard op de machine zit om te blokkeren tijdens transport. Dus wat we doen is de scharnierpen vervangen door een pen die niet te demonteren is. En aan de andere zijde hebben we een pen waarop het slot past. En dat is dit? En dat is dit slot. Mega zwaar slot. Inderdaad, dat is een zwaar slot. Dat kan niet geforceerd worden of uitgeboord worden. Het is bestand tegen stof en vocht en dergelijke. Op dit moment is het zo, nu zit het slot op de pen, dat de machine geblokkeerd is. De machine kan alleen nog recht vooruit en recht achteruit. En die kan niet meer naar links of rechts.
voilà. Dus dat is het einde van het stelen. Dat is in feite, inderdaad, dat is het systeem. Nou, dan mag jij van mij nu mee gaan rijden. Nou, daar heb ik wel zin in. Jan? Ik neem het van jou over. Niet eten, hè? Want ik kan alleen maar naar voren en naar achter rijden. Rechts en links, dat is er niet bij met dit slot. Nee, inderdaad. Ramkraken met shovels behoort bij deze tot de verleden tijd. Ja, ik vind het een heel mooi systeem, maar het is eigenlijk een hele simpele uitvinding, toch? Het is een heel simpel systeem. Ik waardeer u als uitvinder daar niet van. Ja, dat is ook zo. Ik heb zelfs het Nederlands Octrooibureau gebeld in eerste instantie om te vragen, is dit wel te patenteren? Omdat ik het zelf ook vrij eenvoudig vond. Ja. Maar dat was gelukkig wel te patenteren. Hé? Hoe? Het filter is stuk. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Ja, dat was een ongelukje. Ik deed bijna helemaal niks. Ja, maar gewoon, je bent wel heel erg onbehouden hoor. Hoe kan dat dan? Kijk, ik zet hem zo en zo neer en toen, ja, hier, daar kan ik helemaal nergens meer tegen. Ja, maar een beetje respect voor je spullen. Ja, maar voor ons spijt het ding gewoon niet goed in elkaar, denk ik. Je staat er nooit zo bij stil, maar van alle plastic voorwerpen die we zo dagelijks in onze handen hebben, zijn ooit proefmodellen gemaakt, zogenaamde prototypes. En dan vraag ik me af, hoe komt zo'n prototype nou tot stand? De ouderwetse manier van prototypes maken was frezen. Je had een tekening met verschillende onderdelen. En het nadeel was dat je die verschillende onderdelen weer aan elkaar moest verlijmen. Bovendien, zo'n frees die kon niet even makkelijk in alle hoekjes komen. Dus dat betekende dat frezen, dat was een arbeidsintensief en tijdrovend werkje. Je moest ook altijd uitkijken dat je niet te veel afvreesde, want weg is weg. Bij SKM Rapid Modeling in Helmond doen ze dat dus anders. De naam zegt het al, Rapid Modeling. Ze maken die modellen dus sneller, efficiënter en beter. En daarom doet SKM mee aan de Brabantse Innovatie Award. Bij SKM gebruiken ze stereolithografie. En dat werkt met een laser in plaats van met een frees. Met behulp van de computer maak je een 3D-model. En dan stuurt de computer daarmee uiteindelijk de laserstraal aan in de stereolithografiemachine. We hebben hier een bak met epoxy, dat is een soort vloeibaar hars. En dat epoxy hardt uit onder invloed van de UV-straling van deze laser. Gebeurt heel snel. Door na elke keer het model iets verder in de vloeistof te laten zakken, wordt het dus laagje voor laagje opgebouwd. Wat is nou het voordeel van deze methode? Nou, het voordeel van deze techniek is dat de ontwerper binnen 1 of 2 dagen dit model op zijn tafel heeft staan. Het is ook heel maatnauwkeurig. Dus die laagjes van 10 mm, dat is ook de tevens de nauwkeurigheid. En we hebben nagenoeg geen afval, want het restmateriaal van de epoxy wordt weer opnieuw gebruikt. Als je heel goed kijkt, zie je dus flinterdunne laagjes. Dus met dit modelletje zou ik dus koffie moeten kunnen zetten. Oh jee. Is blijkbaar niet helemaal klungelbestendig. Nee, maar dat komt omdat het epoxy is. En epoxy is vrij bros. Dus daardoor ook nog niet klaar voor gebruik. Ja, deze is dus stuk. Maar wil je nou een bruikbaar model, dan moet je dit model verder afwerken. Dat wordt dan opgehangen in een bak. Die bak wordt volgegoten met siliconenvloeistof. En uiteindelijk spuit je dan deze mal, deze siliconenmal, die spuit je dan vol met kunststof. En als dat er is uitgehaard, ja, dan heb ik mijn belastbare model. Nou, ik ruik alleen nog geen koffie.
Het maken van zo'n afgietsel met een siliconenmaal is nog betrekkelijk duur. En daarom heeft SKM gezocht naar een andere methode. Die hebben ze gevonden in het lasersinteren. Hele fijne nylonbolletjes worden onder hoge temperatuur met behulp van een infraroodlaser aan elkaar gesmolten. En zo wordt het model laagje voor laagje opgebouwd. Het voordeel van het sinteren is dat je direct een belastbaar materiaal hebt. Maar waarom gebruik je dan nog die methode van de stereolithografie en het gieten met siliconen? Nou, het selective lasersinteren is toch een iets wat grovere manier van opbouwen, een model opbouwen. Je hebt de mogelijkheid uit één soort materiaal, ook één kleur. En bij de andere techniek heb je de keuze tussen diverse materialen en diverse kleuren. Het is ook echt een presentatiemodel, zoals het ook in de winkel komt te liggen. Een echte awardkandidaat, want dankzij die lasertechnieken van SKM kunnen dit soort modellen sneller worden geproduceerd en sneller worden getest. En dat lijkt me eigenlijk onmisbaar in een wereld waarin alles zo razendsnel gaat. Ron, kom je nog? Ik zit echt al uren op die koffie te wachten. Ja, sorry, maar het was jouw idee dat ik me wat meer in de aard der dingen zou verdiepen. Ja, ik vind alles goed, maar niet voor de koffie. Ja, maar luister, koffie of geen koffie, jij bent gewoon het slachtoffer van jouw humeur. Nee, Ron, helemaal niet waar. Ja, dat is wel waar en dat zal ik je nog bewijzen ook. Nou, jij liegt echt. Wat een onzin. Nee, ik lieg helemaal niet. Ja, jij liegt wel slachtoffer van mijn humeur. Ja, jij wel. Dit keer wel. Echt wel. Nee, Ron. Ja. Jij bent slachtoffer van je humeur. Nou, drink jij nog maar lekker van je koffie? Dan zul je het zo even zien. Er valt weer €450 te winnen. En het waar of niet verhaal werd verteld door burgemeester Welschen van Eindhoven. En het ging over een elektroauto. En het verhaal over de Think, de elektroauto, is waar. Ik ben in Kuik en hier woont de prijswinnaar van deze week. Hij heet Harry Roos. Harry, gefeliciteerd. Hey. De eerste vraag voor €150. Vorige week liet ik in het alarmhorloge een foto graveren. Was die A van Ron? B van mezelf of C van mijn grote liefde? Daar loop ik op vast, denk ik. Want dat weet ik eigenlijk. Ja, dan wordt het toch gokken, denk ik. Dan gok ik op jou. Nou, dan heeft hij goed gegokt! Ja, u krijgt €150 erbij. Ik vind het wel een geweldige gokken om erbij te gokken. Ja. De tweede vraag is de alles of niets vraag. Speelt u door? Publiek, zullen we maar... Zeker! Over welke uitvinding ging het Lemke in de vorige aflevering? Zeg iets, Harry. Gewoon iets zeggen. Nee. Het horloge? Het horloge is helaas niet goed. Nee. Goedenavond, ik ben Jeroen Tijnhouwers. U kijkt naar het RTL Nieuws. Zoals u weet moeten nieuwslezers en journalisten in het algemeen zo betrouwbaar mogelijk, zo objectief mogelijk en vooral zo neutraal mogelijk het nieuws brengen. Het zou toch heel vreemd zijn als ik bij slecht nieuws in een huilbui terecht zou komen of bij iets heel grappigs een lachkick zou krijgen. Het zou veel kijkers en ook heel veel geld gaan kosten. En in Amerika hebben ze daar iets op bedacht. Bij het Amerikaanse tv-station NBC hebben ze de zogenaamde emo-controller uitgevonden om mijn emoties in bedwang te kunnen houden. Het is een apparaatje wat onder mijn overhemd is bevestigd. Via een voor mij onvoelbare hoogfrequente spanning kan ik mijn emotie terugbrengen naar het gewenste niveau, naar nul of iets erboven, het is maar wat je instelt. Bij de repetitie van iedere nieuwsuitzending kan ik erachter komen op welk niveau ik de emo-controller moet instellen. Per bericht gaat dat. Zodat ik bij de live-uitzending niet bang hoef te zijn dat ik enige emotie te veel toon. Dus opeens in een lachbui schiet of ineens in huilen moet uitbarsten. Dit was het nieuws. Ik wens u nog een prettige avond. Graag tot de volgende keer. Nou ja, misschien denkt u wel dat Jeroen Latijnhouwers de waarheid sprak. Laat het ons dan snel weten via een briefje naar dit adres of mail via www.goedbeterbest.nu. En win die €450. Zag je dat? Hij deed het. Hier, zet je op standje 4. Ik
heb de emoties anders prima zelf in de hand. Die heb ik nou in de hand. Waarom geeft die engel controle? Geef die engel controle. Moet je voorzichtig mee zijn. Dat ding even.